nog een leuke duikstek is het wrak van de Britse onderzeeër E-47, ook uit de Eerste Wereldoorlog. Hier zie je hoe een onderzeeër uit de E-serie wordt gebouwd. Heel karakteristiek is de punt aan de voorzijde die je hier onder water ziet. Het wrak werd door duikers uit Den Helder ontdekt en die hebben ook de toren van deze onderzeeër geborgen en staat ergens in Den Helder. Hier zijn we bij de achterzijde van het wrak, waarbij de schroeven diep onder het zand steken. De achterkant is er afgescheurd, waardoor wij vermoeden dat ook de E-47 op een mijn is gelopen. In 1999 maakten duikers van Vlieland voor het eerst een duik op dit wrak. Er werden bij deze verkenningsduik wel enige objecten meegenomen, maar geen van deze maakte duidelijk om welke onderzee het er hier ging. Hier kun je duidelijk de achterste torpedobuis zien, met de torpedo er nog in. Naast het wrak lag het kanon wat ooit op het dek van de onderzeeboot had gestaan. Dit kanon was er waarschijnlijk door een visserman met een net vanaf getrokken. Alleen, toen duikteam Zeester het wrak in 2001 ontdekte en videoopnames ervan maakte, was op een van de beelden te zien dat er een kanon naast lag. Toen deze beelden werden vertoond op de Schelling, voeren de dag erop de Ursus meteen uit om het kanon te bergen. En zo werd het kanon, dat eigenlijk bedoeld was om op Vlieland te komen staan, toegevoegd aan het inmiddels forse arsenaal van duikteam Ecuador. Nadat de aangroei van het kanon was verwijderd, kwam er een nummer tevoorschijn, nummer 1641. Correspondentie met het Museum of Naval Firepower in Gosport leerde dat het kanon in 1916 was geplaatst op de onderzeeboot E-47. Hiermee is met zekerheid de identiteit van wrak nummer 927 vastgesteld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gingen er in totaal 56 onderzeeërs van de Royal Navy ten onder. Van dit aantal gingen 26 boten van het E-type naar de kelder. Van deze 26 staan er 13 in de boeken als Lost in the North Sea, Cause Unknown. Van deze lijst van 13 E-klasse onderzeeërs zijn er inmiddels 4 door wrakduikers geïdentificeerd. Dit is dus het beroemde kanon, wat de Vlielanders zo graag op hun heiland hadden zien staan. En dit is het plaatje met het nummer erop, waardoor het wrak geïdentificeerd kon worden. Nog wat meer geborgen items uit de E-47. Er ligt ook nog een Duits